Hallo allemaal, in dit filmpje geef ik graag wat meer uitleg bij een normaalverdeling en pas ik dit ook toe op een voordeels. Jullie hebben dit reeds bestudeerd in de cursus, dus dit is de curve voor een normaalverdeling. Hoe krijg je die? Dus als je een histogram tekent en je verbindt de middens van de balkjes van het histogram met elkaar, dan krijg je een curve die er zo uitziet bij een normaalverdeling. Dus een mooie symmetrische curve met in het midden het gemiddelde nu. Dus het gemiddelde. Ja. En dan heb je, kan je mu min de standaardafwijking, of het gemiddelde min de standaardafwijking berekenen. Het gemiddelde min 2 keer de standaardafwijking en het gemiddelde min 3 keer de standaardafwijking. Aan de andere kant het gemiddelde plus de standaardafwijking, plus 2 keer de standaardafwijking en plus 3 keer de standaardafwijking. Dan zie je dus een mooie symmetrische grafiek. En dan bij een normaalverdeling ligt 68% van je gegevens tussen het gemiddelde min de standaardafwijking en het gemiddelde plus de standaardafwijking. 95% van de gegevens ligt tussen het gemiddelde min 2 keer de standaardafwijking en het gemiddelde plus 2 keer de standaardafwijking. En 99,7% van de gegevens ligt tussen het gemiddelde min 3 keer de standaardafwijking en het gemiddelde plus 3 keer de standaardafwijking. Deze percentages moet je van buiten kennen. Ik geef een voorbeeldje om dit meer toe te lichten. Dus het voorbeeld gaat over peren. We hebben 200 peren en het gemiddeld gewicht van die peren is 150 gram. En de standaardafwijking is berekend op 30 gram. Dus we kunnen dit wiskundig noteren als mu het gemiddelde is 150 en sigma de standaardafwijking is 30. En dan gaan we eerst die waarde berekenen van mu min sigma, mu min 2 sigma, mu min 3 sigma en aan de andere kant plus sigma. Als we die berekenen krijgen we volgende waarde. Dus het gemiddelde was 150. 150 min 1 keer 30 is 120. Min 2 keer 30 of min 60 is 90. Het gemiddelde min 3 keer de standaardafwijking is dan 60 en langs de andere kant het gemiddelde plus de standaardafwijking is 180. Het gemiddelde plus 2 keer de standaardafwijking 210. Het gemiddelde plus 3 keer de standaardafwijking is dan 240. En dan kunnen we die waarde bij de grafiek gaan plaatsen. Dus ik doe dat ook. Dus ik noteer hier nog eens de tabel en ik zet die waarde die we berekend hebben op de juiste plaats bij de grafiek. En wat gaan we dus zien? Dat 68% van de peren een gewicht gaan hebben tussen 120 en 180 gram. 95% van de peren gaan een gewicht hebben tussen 90 en 210 gram. En 99,7% van de peren gaan een gewicht hebben tussen 60 en 240 gram. En als die percentages inderdaad kloppen, dan kunnen we spreken van een normaalverdeling. We kunnen hier nu nog verder percentages gaan aanvullen op die grafiek. Want we weten dat als 68% van de peren een gewicht hebben tussen 120 en 180 gram, ja, dat de rest van de peren, dus 100% van de peren min die 68%, hè, dat dat nog 32% is. En dus 32% van de peren zullen dus ofwel lichter zijn dan 120 gram, hier liggen, of zwaarder zijn dan 180 gram en dus hier liggen. En aangezien dat die grafiek mooi symmetrisch verdeeld is, zal de helft van die peren dus hier zitten en de andere helft van de peren daar, van die 32%. Dus, hè. Dus zit er 16% van de peren met een gewicht onder 120 gram, 68 tussen 120 en 180 en 16% met een gewicht boven 180 gram. Okay. We weten ook dat 95% van de peren zit tussen mu min 2 keer sigma en mu plus 2 keer sigma. Dus tussen een gewicht van 90 en 210 gram. 95% van de peren zit daartussen. Dat wil zeggen dat de overige 5% lichter is dan 90 gram of zwaarder dan 210. Opnieuw, de grafiek is symmetrisch, dus van die 5% die lichter en zwaarder is, zal er 2,5% zijn die lichter is en 2,5% die zwaarder is dan 90 en 210 gram. Ook bij de laatste waarde van de standaardafwijking, dus als we mu min 3 sigma berekenen en mu plus 3 sigma, dan weten we dat daar 99,7% van de gegevens moet tussen zitten. Dat wil dus zeggen dat 0,3% van onze peren
ofwel lichter is dan 60 gram, ofwel zwaarder dan 240 gram. Opnieuw, door de symmetrie kunnen we besluiten dat de helft van die 0,3%, dus 0,15% van de peren lichter zal zijn dan 60 gram en 0,15% van de peren zal zwaarder zijn dan 240 gram. Je kan nu al die percentages bij die grafiek gaan plaatsen en nog verder uitwerken. Dus je weet dat tussen 120 en 180 gram 68% van de peren zit. Dat wil zeggen dat dus eigenlijk, omwille van de symmetrie, 34%, de helft van die 68, 34% van de peren tussen 150 en 120 gram zal zitten en 34% zal zitten tussen 150 en 180. Ja, je kan verder gaan opsplitsen. Je weet dat hier 16% van de peren zit. Dat hebben we gezien in de vorige slide. Hier zit 16% van de peren. Hoeveel procent van de peren weegt dan tussen 120 en 90 gram? Ja, 16% min deze 2,5% die eigenlijk onder 90 gram woog. Dus 16 min 2,5 is 13,5% zit hier tussen. Hoeveel procent van de peren zit tussen 90 en 60 gram? Je weet dat dat 2,5 was, dat minder weegt dan 90, maar 0,15 weegt minder dan 60. Dus 2,5 min 0,15 is 2,35. 2,35% van de peren zal dus een gewicht hebben tussen 60 en 90 gram. En dan heb je nog die 0,15% van de peren die lichter is dan 60 gram. En je kan hetzelfde doen langs de rechterkant van de curve. En het is eigenlijk perfect symmetrisch, dus je zal hier dezelfde percentages hebben dan daar. 0,15. Zie je? Als je deze percentages optelt, kom je aan 100% al je peren en worden hier voorgesteld. Dus de spreiding van het gewicht van de peren wordt hier voorgesteld. Eens je deze percentages kent of kan noteren bij de grafiek, kan je daar allerlei vragen gaan bij oplossen. Voorbeeldvraagjes. Hoeveel procent van de peren hebben een gewicht onder 120 gram? Wel, dan ga je kijken op je grafiek. 120 gram zit hier. Hoeveel procent van de peren zit dus in deze regio, onder de 120 gram? Wel, dat is die 16%. Dus alles wat hier zit is onder 120 gram. Dus 16% van de peren heeft een gewicht onder 120 gram. Een tweede voorbeeldvraag. Hoeveel procent peren hebben een gewicht tussen 60 gram en 180 gram? Dus tussen deze waarde, 60 en 180. En dan ga je deze waarde hier moeten optellen. 2,35 plus 13,5 plus 34 plus 34. En dan zit ik aan 180 gram. Als ik die optel, dan krijg ik 83,85% van de peren heeft een gewicht tussen 60 gram en 180 gram. Hoeveel procent peren wegen tussen 120 gram en 210 gram? Opnieuw ga ik nu kijken hier op mijn grafiek. 120 gram is hier, 210 gram zit hier. Dus ik moet de percentages die hier zitten optellen. Dus van 120 gram tot 210 gram. Dus 34 plus 34 plus 13,5. En dan kom ik op 81,5%. 81,5% van mijn peren zal een gewicht hebben tussen 120 en 210 gram. Welk percentage van de peren weegt meer dan normaal? Wel, de normale peren, die vind je dus in deze groep, in die 68%. Normale peren wegen 150 gram min 1 keer de standaardafwijking tot 150 gram plus 1 keer de standaardafwijking. Dus normale peren hebben een gewicht tussen 120 en 180 gram. Welk percentage van de peren zit daar dan? Wel, die 68%. Welk percentage van de peren weegt meer dan normaal? Wel, meer dan normaal, dat zijn dus deze peren, dat is 16%. 16% van de peren weegt meer dan normaal met een gewicht boven 180 gram. We kunnen ook vragen beantwoorden
als hoeveel peren hebben een gewicht tussen 120 gram en 210 gram. Dus nu vraag ik niet naar de percentages, maar het absolute aantal peren. En weet je nog, in de opgave stond, we hebben 200 peren. Dus hoeveel peren hebben dan een gewicht tussen 120 gram en 210 gram? Tussen 120 en 210 hadden we 68% plus 13,5%. Ja, dat was samen 81,5%. Maar we hebben 200 peren, dus we moeten 81,5% nemen van 200 peren en we komen op 163 peren. 163 peren hebben dus een gewicht tussen 120 gram en 210 gram. Hoeveel peren hebben een normaal gewicht? Nog eens, de peren met een normaal gewicht vind je tussen 120 gram en 180 gram. 68% van uw peren hebben dus een normaal gewicht. 68% van 200 peren, dat is dus 136 peren. Ja, of 200 maal 68 gedeeld door 100. Hè. Ik hoop dat deze video jullie een beetje geholpen heeft bij het beter begrijpen van de normaalverdeling. Veel succes met de oefeningen en tot volgende week.